Surinaamse studenten die in Cuba studeren hebben ruim 3 jaren geen financiële ondersteuning gehad van de Surinaamse overheid. Studente Aisha Bangafu zegt tegenover onze nieuwsdienst dat studeren op zo'n wijze moeilijk is. Het gaat om een groep van 20 studenten, waarvan 18 studenten geneeskunde en 2 van hen tandheelkunde studeren. Deze studenten hebben een volledige beurs van de Cubaanse overheid. De Surinaamse overheid dient alleen in te komen met onderhoudsgelden. Deze bedragen €125 per student per maand. Het niet ontvangen van beursgelden zorgt ervoor dat we in principe onze verzorgingsmiddelen, onze basisverzorgingsmiddelen, niet kunnen kopen. En dan komt de Cubaanse overheid daar wel in, die zorgt voor ons eten dagelijks. Maar verder is het best moeilijk nu om daar dan te overleven, zeg maar. We hebben meerdere malen met tussenkomst van de ambassade brieven gericht naar het bureau onderwijs, studiefaciliteiten, naar het ministerie van Onderwijs, naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, naar het ministerie van Financiën. En tot nu toe is er geen oplossing gekomen. En 5 februari nog van dit jaar hadden onze ouders hier een gesprek met de toenmalige directeur van het ministerie van Onderwijs, de heer Dipotaruno. Toen was er gezegd dat men zou komen met een oplossing, maar tot nu toe is er nog niks opgelost. We moeten het zien te doen met hetgeen onze ouders voor ons kunnen sturen, maar dat wordt nu ook steeds moeilijker en moeilijker. Er is inderdaad aangehaald dat de studenten hulp krijgen, maar wat niet aangehaald is geworden is dat er gesproken is geworden over een totaal andere groep. Dat is een groep van 21 studenten, welke gefinancierd worden door de vicepresident van Suriname. Wij worden niet gefinancierd door de vicepresident van Suriname en wij krijgen ook geen $500 onderhoudskosten van hem. Wij vragen om onze beursgelden die we 3 jaar niet hebben ontvangen, die €125 per maand bedragen. Wij zijn de studenten die geen hulp krijgen. Wij krijgen onze beurs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Dat is waaronder wij vallen. Die andere groep die was gegaan naar Cuba onder het ministerie van Volksgezondheid. Eline Sumodi Harjo, moeder van een van de Surinaamse studenten die in Cuba studeert, zegt dat ouders hier met hun handen in het haar zitten, omdat zij zelf weinig kunnen betekenen voor hun kinderen. Echt machteloos. Want je kan geen pakket sturen, nog geld. Dus we vragen eigenlijk de regering dat er gewoon een oplossing komt hierin. Want de kinderen zijn heel erg desperate. Al vanaf het begin, toen er niet werd gestort of overgemaakt voor de kinderen, hadden we ons stem laten horen. Maar elke keer wordt het ons gezegd dat het goed komt. Maar zo te zien niet. En bij kans 3 jaar gaan straks voorbij. En we zien het ernst nu. Heel veel kinderen zeggen dat ze het niet meer aankunnen. Zonder geld kan je niks beginnen. Eline Sumodi Harjo, moeder van een van de Surinaamse studenten die in Cuba studeert, over het uitblijven van de afgesproken financiële ondersteuning van de overheid aan de studenten. Ook zit een groep studenten met vervallen paspoorten, waardoor het afreizen naar Suriname moeilijk gaat. De studenten hebben ook een verzoek gedaan aan de Surinaamse overheid voor het krijgen van voedselpakketten. Aisha Bangafu zegt dat er nog steeds niets daarvan is gekomen. Terwijl de voedselpakketten wel zouden helpen, gezien de studenten nauwelijks voedsel en benodigdheden in Cuba kunnen kopen.